Nu het feest voorbij is, is het tijd om vooruit te kijken. En als ik vooruit kijk, zie ik verandering. Die eeuwige discussie of Zwarte Pieten wel of niet gepast zijn, is voorbij. We zijn hier. En nu is het tijd om te laten zien dat we er zijn. Ik heb een droom. En in die droom zie ik verandering. En als we samen in die verandering geloven, dan zou ik wel eens de eerste zwarte Sinterklaas kunnen zijn. We need change. We can change. Yes, we can. Of change, ik blijf zwart natuurlijk, hè. We hebben vorige week wat vervelende dingen gezegd over Ab Klink. Ja, dat hij ongeadresseerde brieven verstuurde die nooit aankwamen of die zoek raakte, en waardoor hij allerlei mensen het elektronisch patiëntendossier heeft ingeluld. Ja. En als je niet weet waar we het over hebben, dan heb je waarschijnlijk die brieven ook over het hoofd gezien en doe je ook tegen je zin in mee. Maar ja. Ja, maar dat is dus niet krankzinnig, nee. Voor alle duidelijkheid. En we hebben daar heel veel reacties op gehad. Ja, met name van mevrouw Klink, dat ze zich niet meer in de supermarkt kon vertonen. Ja, dus onze excuses daarvoor. En we zullen deze week dan ook niks zeggen over het paddo-verbod van Ab Klink. Nee, met name het feit dat hij niet echt heeft nagedacht over wie dat moet gaan controleren, waardoor het verbod een beetje zinloos is. Kijk, die Klaas-Jan Huntelaar gaat nu voor 27 miljoen euro naar Real Madrid. 27 miljoen euro. Hallo, daar gaan alle perken naar buiten, hoor, van mij. Nee, te buiten is het. Dat is toch hartstikke leuk voor die Klaas-Jan? Hij is echt een jongensboek. Ja, een jongensboek van 27 miljoen euro. Zo, wat een jongensboek is dat. En iedereen, alle Nederlanders, gaan allemaal naar Spanje nu. Wil jij naar Spanje? Hup, ga maar naar Spanje. Ik wil ook naar Spanje. Hup, die ook naar Spanje. En wat krijgen we terug? Niks. Ja. Sinterklaas met een stelletje van die zwartjoekels. Nou, vet. Is toch zo? Trouwens, daar kan Klaas-Jan toch niks aan doen? Nee. En wat het erg is, dat is doodzonde, hij gaat meteen op de bank zitten. Meteen, die trainer heeft gezegd, ja, ik zit meteen op de bank. Nou, dat kent toch niet? Ik bedoel, daar hadden ze beter mij daarheen kunnen sturen. Ja, Fred, die zit al 15 jaar op de bank, hè? Ja, dat is qua positie, kom ik dan het beste met mijn voet uit de verf. Maar ik krijg geen 27 miljoen, hoor. Nee, er zijn jochies van 12. Ja, die tig keer mijn uitkering krijgen. Tig keer, ja? Alsof ik minder waard ben als een jongetje van 12. Dan een jongetje van 12. Ja, Fred, die is al over zijn hoogtepunt heen. Hè? Die heeft zijn kans al gehad. Zelfs warm lopen is er niet meer bij, hè, Fred? Wat slaat dat nou weer op, joh? Ria! Ja, loopt toch nergens warm voor? Ik zal maar oppassen, Ria. Voor je het weet laat ik me transvisiveren naar iemand die wel in mij gelooft. Zoals Nelly, van nummer 17. Die zat laatst in het café, zat ze nou met de loens en zo. De lonken bedoel je? Nou, voor mij mag ze je hebben, hoor. Voor 15 euro. Vraag. 15 euro, Ria, 15. Vind je het leuk om me nu publiekelijk voor jouw yoga te zetten? Is dat het? Maar een geintje, Beertje, ik wil je toch niet kwijt? Nou, hè? Ik zal maar oppassen, Ria. Want kijk, zo'n Nelly, die komt maar één keer voorbij. En die moet ik grijpen dan, met die grote knoppen erop. Potverdomme. Zo'n oude mannenboek, hoor. Erger dan gezeet, je had je midden dan werkelijk waar. Hoe doe je dat, hoe doe je dat, hoe erger dan je dan? Welkom bij de cursus Brabants. Erger dan gezeet, gaat je midden dan werkelijk waar. Hoe doe je dat, hoe doe je dat, hoe erger dan je dan? Nu de cursus Geloof in Brabants. Les 1, Onze Vader. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood, vergeef onze schuld zoals wij een andere schuld vergeven. Leid ons niet bekoor, maar verlos van het kwade. Amen. Tot zover les 1 van de cursus Geloof in Brabants. Onderdeel van de cursus. Heb je dat gezeten, gaat jij minder dan werkelijk waar? Doe je dat, hoe doe je dat, hoe heb je dat gedaan? Houdoe. Volgens Jimmy Joustra is de terroristische dreiging in Nederland groter dan ooit. Hij was substantieel. Maar nu substantieel met een plusje is toch verschrikkelijk. Komt er fit nou, denk ik. Ja, verschrikkelijk, wil je niet over nadenken. We zijn hier weer bijna. Marie-José, hoe lang zijn we hier al? Ik ben hier sinds 1968. En Hubertina kwam er een jaar later bij. Nou, ruim 40 jaar alweer. Och, wat is er mooier dan het leven te leven in het teken van de Heer. Ja, tenminste, dat dachten we destijds. Maar tegenwoordig, wij... Wij geloven niet meer. Erg, hè? Nee. Wij geloven niks meer. Of niks? Nee, nauwelijks. En het komt... De Heer is wel een goede peer, natuurlijk. Maar hij zou eigenlijk geüpdate moeten worden, hè? Ja, maar in deze tijd... Geloof is niet meer in, het is niet meer relevant. Ja, mijn
komen soms wel eens moslims tegen. Och, en dan denken we zo, die zijn fanatiek. Daar zijn we ook wel jaloers op, hoor. Om nu tegen moeder overste te zeggen, wij geloven niet meer. Dat durven we niet. En trouwens, dan moet je je ook laten omscholen. Ja. En cursussen volgen. Nou, om daar op onze leeftijd nog aan te beginnen. Dus voor de buitenwereld houden wij de schijn hoog. Ja. Maar zodra we op ons kamertje zijn... Wij doen er natuurlijk niemand kwaad mee, hè? Nee, zolang de andere mensen maar geloven dat wij geloven. Ja. Heb jij eigenlijk wel eens paddo's gebruikt? Ja. Ja? Ja, maar daar merkte ik niet echt iets van. Maar had je wel een goeie dan? Een goeie, hoezo? Nou, los van het verbod schijnt het ook nog eens heel moeilijk te zijn om te onderscheiden de verboden paddo's en de gewone champignons. Je bedoelt dat ik champignons heb zitten eten? Nou ja, waarschijnlijk wel. En hoe weet App klinkt dat verschil dan? Nou, ook niet, want ja, er zit niemand op die dat controleert, dus maakt eigenlijk helemaal niet uit. De PvdA wil een soort paddo-politie organiseren. Paddo-politie? Paddo-politie. Meer paddenstoelen op straat. Welkom terug bij Lekker Jong. Ik sta hier naast Fatima. Fatima, jij zet je in voor jongeren in de buurt. En dat is heel erg goed. En daarom hebben wij speciaal voor jou... Ik wil wel zeggen, ik wil hier niet worden neergezet als knuffelmarokkaan, hè? Nee, natuurlijk niet. Je zet je namelijk in voor jongeren in het algemeen. Niet alleen voor jongeren. Ja, natuurlijk zet ik mij in voor jongeren in het algemeen. Ik ga toch niet alleen voor Marokkaanse jongeren me inzetten. Ik zet mij voor iedereen in. Precies, en dat is zo ontzettend goed. Goed, daarom... dat is zo goed. Dat toontje is verschrikkelijk. Hoezo, dat is goed? Oh, zij is moslima en oh, wat gedraagt ze zich Nederlands? Dat is helemaal niet wat ik bedoelde, Fatima. Ah, jouw angst om mij te beledigen. Doe gewoon een gesprek. Ik was me daar niet van bewust. Het spijt me. Hoe zou je willen dat ik je aanspreek? Hoe zou jij willen? Dat doe je toch ook niet bij een Nederlands meisje? Dan stel je toch ook gewoon je vraag? Ga je mij nou vragen wat je moet vragen? Nee, ik zie je ook niet als Nederlands... als hé, gadver, dit is echt verschrikkelijk, weet je? Ik ga weg, zoek het uit met je prijs. Nee! Mijn naam is Otto. Ik ben 38. En I make kind of groove that people like. His name is Otto, and he's a star. He likes to entertain. My name is Otto, and I'm a superstar. And it's almost religious being a DJ. The way people look up to me, they believe in me. How they stretch out their arms to me like I'm some sort of a priest, and it feels like I'm a priest sometimes. I give them the music. I give them the beats, the lights. I give them everything. It's very important to give young people energy. Hallo, Rachel. Sorry. Ik ben ongeveer, maar hij is backstage. Otto, wat mag ze dan? Ze is nog niet hier. Bring her to me. Zo, Otto, mens, je moet als dit eruit zijn. Give her this check, then. Check, yeah, go. All right, everyone out, go. Go, go, move. Raus. You stay. Well, junge Leute are the roots of society. My name is Otto, and I really, really care. Welkom bij de cursus Brabant. Heb je dat gezeten gehad? Ja, minder de werk. Morgen doe ik dat, hoe heb je dat gedaan? Nu de cursus Geloof in het Brabant, les 2. Wees gegroet. Maria. Wees goed, Maria, vol van genade. Heer is met u gezegd, zegen onder vrouwen gezegd. En Jezus, vrucht van uw schoot. Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondags nu en in de uur van onze dood. Amen. Tot zover les 2 van de cursus Geloof in Brabants. Onderdeel van de cursus. Heb je dat gezegd? Gaat jij minder de werk geworden? Doe ik dat? Hoe heb je dat gedaan? Houdoe. De ChristenUnie, SGP en Haarlemmermeer willen een voorstelling van de bloeiende maagden verbieden, omdat God daarin belachelijk gemaakt zou worden. We praten daarover met de mensen op straat. Vraag mijn zoon en ik zal antwoorden.
Jezus Christus. Inderdaad. Nee, ik bedoel Jezus... U gaat toch niet doen alsof u Jezus Christus bent, hè? Meneer, als ik Jezus Christus ben, zou ik dat nooit natuurlijk hardop zeggen. Ja, goed. Wat vindt u ervan dat een voorstelling verboden gaat worden... omdat God daarin belachelijk gemaakt wordt? Het is een schande, meneer. Dus u vindt het is een schande om een voorstelling te verbieden, meneer. Denkt u nou echt dat God zich beledigd voelt door een stelletje maagden? Kom op, God gaat al 2000 jaar mee. He, die kan wel tegen een stootje, hoor. Ja, maar de christenen, ja, die voelen zich dus gekwetst. Nou, misschien moeten ze daar maar eens mee ophouden, meneer. Je kunt je ook niet gekwetst voelen. He, de andere wang toekeren. Kwetst u mij eens? Pardon? Kwetst u mij eens? U heeft een belachelijk gebit. U stinkt naar rotte dingen. U bent een randebiel en een strontmogol en u heeft belachelijk haar. Ik ben niet gekwetst, meneer. Ik ben niet gekwetst. Kijk, de christenen zouden wat meer vertrouwen moeten hebben in mij en mijn vader. Ach, meneer, houdt u nou toch op met de hele tijd te doen alsof u... Heb vertrouwen, meneer. Meneer, doe niet zo belachelijk. Meneer? Ik stond hier, meneer. Mart Smeets krijgt een oeuvreprijs van de Beeld- en Geluidbrigade. Ja, terecht. Het wordt sowieso tijd dat überhaupt de NOS wordt beloond voor al die jaren journaals en sportjournaals. Ik bedoel, waarom krijgen zij nooit eens een televisiering in plaats van die kutlama's? In de hoogtijdagen van Mart Smeets hoeft hij eigenlijk helemaal geen paddels te gebruiken, weet je dat? Die gestreepte truien werkten als een soort hallucinerend iets. Dat ik zat maar met vrienden, zat ik 's ochtends naar die schaatswedstrijden te kijken of zo. Nou, we zaten allemaal te trappen op die truien van Mart Smeets. Het was helemaal wow. Kijk nou, uit wat je zegt, nu gaat Ab Klink gestreepte truien verbieden natuurlijk. Welkom bij een nieuwe aflevering van Meer dan wij weten. Het programma dat onderzoekt of er meer is na de dood. Vandaag gaan we op bezoek bij Marianne Droog, die ons een zeer indringende brief schreef. Beste redactie van Meer dan wij weten. Graag wil ik u laten weten dat mijn overleden man dagelijks contact met mij zoekt. Ik heb dagelijks contact met hem. En gezien de aard van uw programma, dacht ik dat u misschien wel geïnteresseerd zou zijn. Was getekend Marianne Droog. PS, ik heb dagelijks contact met hem. Hallo. Hallo. Wacht even hoor. Nee, ik ben beneden. Ik ben eventjes de deur open aan het doen. Ik kom zo weer terug. Hallo, Frits van Meer dan wij weten. Marianne. Dus, hier gebeurt het allemaal. Hoe bedoelt u? De seances, de gesprekken met uw overleden man. Ik zou het geen seances noemen, hoor. Hoe verschijnt hij dan aan u, uw overleden man? Is dat in losse materie of in een wolk aura? Nee, dat zou ik wel willen, maar nee. Hij komt luid en duidelijk komt hij door, of niet, Rinus? Rinus! Rinus, bezoek! Typisch Rinus, de hele dag loopt hij de oren van je kop. En dan is er bezoek en dan houdt hij zich stil. Rinus! Doe je hand eens op mijn kont. Sorry? Je hand op mijn bips, doe maar. Kom maar. Ja? Oh, Rinus, kijk eens wat die meneer doet. Doe maar twee handen. Ja, hey, smerelap, wat doe je daar? Ja, goedemiddag. Ik was even verlaat. Daar zijn we. Verstaan je me duidelijk? Hallo? Ja, Rinus, we verstaan je luid en duidelijk. Zit je weer te schreeuwen door een megafoon? Hebben we de heren wel koffie gehad? Oh ja, gaan we nou in één keer heel erg aardig doen? Gaan we deze gastman uithangen? Normaal gesproken deed je ook helemaal niks, hoor. En wie moet dat inschenken? Marianne. Ja? Omdat Rinus vernodigd dood moest gaan. Hè? En ik zei nog tegen je, pas hem op, Rinus, pas hem op. Maar je moest met je dronken kop zo de A2 oversteken onder een vrachtwagen. Je moet de was ook nog doen, de boodschappen. En niet vergeten vanavond nog even langs te gaan met de buren van nummer 16. Die hebben de huissleutel ondersteund. Ja, had je anders ook iets, Rinus? Ja, je had als de zoden flikker nu mijn poppenhuis van eBay. En je moeder, die kan de kleren krijgen. Ik hoor het zelf eigenlijk al niet meer echt, hoor. Maar ik dacht misschien wel leuk voor je programma. Dat je eindelijk een dode persoon hebt die je kan horen. U moet hier weg. Ja, ik zou wel willen.
Maar elke keer als ik weg wil, dan neemt hij mijn lichaam over. Zat je lekker aan mijn reet? Hé? Zat je lekker aan mijn reet? Welkom bij de Keulse Brabants. Hergedag gezegd, gaat je minder weg. Hoe doe je dat? Hoe doe je dat? Hoe heb je dat gedaan? Nu de cursus Geloof in Brabants. Les 3. Streven tot over. Streven ons over, even anders, even dan welk heidig, even anders, schovelen, we geven ons over. Stondelen, even anders, halen over, dus ik heb even dan wat schoven, doen we even stoven aan, zeven anders, schaven aan, dus schoven, deze herken we even wel. Amen. Tot zover les 3 van de cursus Geloof in Brabants, onderdeel van de cursus. Herken dat gezegd gaat, ja, met de weg, waarom doe ik dat, hoe heb ik dat gedaan? En als je er snel bij bent, want op is uit de korte kern nog de DVD bestellen met 6000 stils van de Sint Jan en de Mos. En de cd met kerstliedjes van de gospelbompers. Met bijvoorbeeld hits zoals Gele Sneeuw uit Boekel. En al de romantische Anneke blijft op mijn kruis af je vader kikt. En dat kun je bestellen via internet. www.theoinvictorstvtelevisie/ En ik ga gezeten, gaat je midden weg op houden. Doe de graag. Hallo? Ik ben Said Negish. Ik ben papa van mijn 3 kinderen. En nu is het heel moeilijk met de geld verdienen om cadeautjes te kopen voor Sinterklaas. Had ik gezegd tegen kinderen, kom eens, papa moet iets zeggen. En toen zag ik papa, luister naar papa, Sinterklaas bestaat niet. En de kinderen was boos. Ik zeg, ja, ik wil het niet zeggen eigenlijk, maar papa heeft geen centjes meer voor Sinterklaas cadeautjes te kopen. Niet waar, papa, Sinterklaas bestaat wel. Ik zeg, nee, echt niet, het is echt niet, het is verzonnen. Ja, en nu gingen ze een dag later naar school toe hier. En kwam Sinterklaas op school. Toen ging kleine Mo zeggen tegen Sinterklaas: hey, onze papa zegt dat Sinterklaas niet bestaat. Weet je wat Sinterklaas zegt? Jouw papa bestaat niet. Dan komen ze thuis, die kinderen. Boos, papa, jij bestaat niet. Sinterklaas heeft gezegd: Sinterklaas bestaat wel, jij bestaat niet. Gingen ze aan mijn snor zo trekken. Ah, bloed. Au. Hier zo kapot gegaan. Is niet leuk. Said bestaat wel. Sinterklaas bestaat niet. Zit bestaat wel. Dennis, ik denk niet dat we dit op tv moeten doen. Yo, stel je nou niet aan. Dit zijn toch gewoon de champignon? Jeroen, vertrouw me nou gewoon. Maar ja, hoe weet je nou dat dit goed is? Omdat ik er 25 euro voor betaald heb. Ja, dat zegt helemaal niks. Het kunnen toch gewoon normale champignons zijn? Normale champignons kosten toch geen 25 euro? Ga maar zitten. Ruben, kijk eens wat ik heb. Ga maar zitten. Ben je goed in beeld? Je moet wel goed in beeld zijn. Ja, natuurlijk. Anders kan ik het niet terugkijken, ja. 'S avonds. Zo, en dan deze. Goh, vertel eens hoe je heet. Ik heet Jeanette. Jeanette? Ja. Ik heb een vriend die kent ook iemand die Jeanette heet. Ja, misschien ben ik dat wel. Oh, heb je met hem afgesproken? Nee. Hij heet Sjoerd. Nee, die ken ik niet. Als ik erachter kom dat jij met Sjoerd hebt afgesproken, dan hebben we dus mooi een probleem, mevrouwtje. Ik ken geen Sjoerd. Beetje taart. Oh, ik geef een taart aan de zaal. Je wel vergeten wat allemaal met Sjoerd is gebeurd. Fuck Sjoerd! Messen, nou, gebed. Ik ken geen Sjoerd en ik heb een taart voor je meegenomen. Ja, ik ben niet te paaien met een taart, hoor. I got feelings too, you know. Ja, ik toch ook. En nu ga je zeggen dat ik met Sjoerd... Ik ken geen Sjoerd. Nou, voor een eerste date is dit behoorlijk op het randje. Zet. Nou, let's start all over again. Wat is je eerste indruk van mij voor op jou? Ja, je bent erg lief en je ziet er goed uit. Ja? Ja. Als ik de hele dag in jouw ogen zou kijken, zou ik aan
niets meer toe komen. Omdat het allemaal zo... Kijk, dat is Barry. Die gaat, waar gaat hij naartoe? Je moet weg. We gaan, Barry gaat naar een cafeetje weer zonder mij. Bedankt voor de taart. Je hoort zeer snel iets van iemand. Oké. Okay. Maar ik vond het gezellig. Ik ook. Dag, Ruben. Dag, Sjane. Wij, 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 wij. Wij, wij, wij. Wij, 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 wij. Hey, ik ben Dolsma. En ik ben Verwanten. Samen zijn we Dolsma en Verwanten. Ja, je zou ons kunnen kennen van onze hit Geloof in Jezelf. Die helpt me even, Verwanten. 16 weken in de top 10 heeft gestaan. Ja. Geloof in jezelf en je eigen capaciteiten. Geloof in jezelf en blijf je onderscheiden. Ja, schitterend, schitterend, ja, schitterend. Tenminste, dat dachten wij toen. Ja. Want ineens dacht ik, die tekst, huh? Die klopt helemaal niet. Nee. Dat is een belachelijke tekst. Het was catchy, weet je, het bekte lekker, maar waar we nou eigenlijk over zongen? Geen idee, werkelijk. Ik zeg, jongens, een remake. Ja, want die tekst die klopt gewoon niet. Klopt niet. Wie zijn wij nou om tegen mensen te gaan zeggen, geloof in jezelf, in een tijd dat je juist in anderen moet geloven? Ja. Dus die hele tekst die moet gewoon... Totaal anders. Herschreven dus worden. We zeiden meteen bij elkaar... Nieuwe tekst. Ja. Schrijven die nieuwe tekst. Ja. Voor onze Geloof in een ander tour. Ik ben heel benieuwd. Hij heeft nog niks gehoord van mij. Ik nog niks van hem. Dus... Met dekbedjes en nog meer kussentjes. En kussenslap-t-shirts. En, stickers. Nou, we gaan het elkaar laten horen. Ik we zijn allebei grote zakken met de tekst. Dus, ik ben heel benieuwd. Ik ben heel benieuwd. Geloof in een ander. Okay. In zijn goddelijke capaciteiten. Geloof in een ander, laat Boeddha je maar leiden. Boeddha? Boeddha? Ja, Boeddha. Hé, hey, die is wel voor ons naar de aarde gekomen, hè? Met die bepaalde spirituele achtergrond en geloofsovertuiging. Met die heilige koe. Ja. Al die schakels van het geloof. Ja. Ik bedoel... En wat is er mis met onze eigen God en Jezus? Dat kennen we. Ben ik een beetje buitengereden. Ik zat te denken aan geloof in jezelf. Ja. En in God zijn capaciteiten. Met zijn staf van rechtvaardigheid zal hij de aarde splijten. Dan gaan we dus weer met hey, kijk jongens, ik heb een staf, ik splijt de aarde. Nee, ja. Daar zitten we helemaal niet op te wachten. En die Jezus ook, met die trucjes de hele tijd. Die denkt, god, joh, hoe oud ben je? Je kan wijn en water veranderen. Daar zitten we echt niet op te wachten. Boeddha was daar dus helemaal niet mee bezig. Luister, die Boeddha met zijn vatsige lijf, die zit de hele dag in de lotushouding en die heeft geen... Een koe is een heilig dier, maar waarom een miereneter dat dan niet is, dat kan hij niet uitleggen. Nee, want hij hangt daar een beetje met zo'n dikke... Nou, ik vind niet van mij de tekst. Nee, het is, ik stel voor, nee. Geloof in een ander. Nee, ja, oké. Okay. Ja? In God zijn goddelijke capaciteiten. Nee, oké, dat kan ook nog. Ja? Dat zijn staf... Nee, niet nee, staf. Geloof zijn staf, nee, zijn staf van rechtvaardigheid. Ja, Zal hij de aarde splijten? Nee, de aarde splijten! Flikker op! Geloof in jezelf. In jezelf. Je eigen capaciteiten. Ja, ja. Geloof in jezelf. En blijf je onderscheiden. We moeten er helemaal niks aan veranderen. Waarom? Klaar. Zo merk je toch dat je eerste idee vaak het beste is, hè? Heel goed. Espressootje? Oh, lekker. Het zijn gewoon champignons, hè, dit? Ja. Ja. Tot volgende week. VPRO, feest voor de geest. Ja.